zitten weer in de auto en vandaag zitten we in mijn eigen auto. Welkom bij een nieuwe video van Reviews on Anything. Mijn naam is Peter en vandaag zijn we onderweg naar RS Tuning hier in Eindhoven, vlakbij waar ik woon. RS Tuning is een maatwerk chiptuner. Wat betekent dat ze niet zomaar een online te bestellen out-of-the-box upgrade voor de software van je motor zijn, maar dat ze echt naar jouw wensen en naar jouw auto gaan kijken specifiek en dan gaan bepalen wat er mogelijk is en met je auto aan de slag gaan. Dus het is niet iets wat je even bestelt, in je auto prikt en klaar is Kees. Het is echt wel een beetje een proces met een intakegesprek, met een bespreking over wat er precies gaat gebeuren met je auto. En ze gaan echt een dag aan de slag om de auto aan te voelen, om met de software aan de slag te gaan, testritten te maken en dergelijke. Om echt, echt custom maatwerk chiptuning te doen en je op die manier, als het goed is, een hele mooie extra boost aan je auto te geven. Dus dat is interessant. We zitten nu op de snelweg in mijn auto, dus zoals gezegd. Het is een 2015 Mark II Skoda Superb. Diesel, grote 2 liter diesel met 170 pk van de fabriek af. Ook nog vierwielaandrijving. Dus dat zijn wel specifieke dingen voor de auto die ze mee moeten nemen in de tuning. Want ja, je kan niet zomaar een algemene tuning op elke auto loslaten. En dat doet RS Tuning ook niet. Ze gaan echt, zoals ik zei, specifiek naar jouw auto kijken, naar jouw wensen kijken. En dan aan de slag en kijken wat er mogelijk is. Dus we hebben een platform om mee te beginnen. Terwijl we hier even ingehaald worden door een nieuwe 911. Dus we hebben een auto om mee te beginnen die al niet langzaam is. Maar ik denk dat als RS Tuning ermee klaar is, dat het een ander soort rijbeleving gaat worden. Dus ik ben erg benieuwd. We gaan kijken achter de schermen nemen. En we gaan kijken wat RS Tuning met de auto kan doen. Nou, ik had natuurlijk zelf ook wel wat wensen van wat ik met de auto wilde. Het is een Skoda Superb diesel, dus het is absoluut geen race monster. Daar is het veel te groot, veel te log voor. Daar past het karakter van een diesel ook niet bij. En daarnaast is dit de auto waarin ik ook gewoon mijn gezin elke dag vervoer. Dus ja, raceauto, dat gaat het sowieso nooit worden en dat wil ik ook helemaal niet. Maar wat ik wel wil, ik spendeer het meeste van mijn tijd in deze auto op de snelweg. Groot deel daarvan ook in en om Duitsland. Daar wil ik wegwerkzaamheden, 50 km per uur, daar wil ik vermogen en koppel hebben en gas kunnen geven. En dan wil ik die knipperende Audi achter me kunnen houden. Ook inhalen in Duitsland bijvoorbeeld, daar wil ik ook gewoon op hoge snelheden het gas in kunnen trappen en dat koppel hebben om toch die inhaalmanoeuvres goed en zuiver en veilig ook te kunnen maken. Dus ik wil eigenlijk vooral koppel en een soepel karakter van de auto, wat ook echt bij de basis van wat de Skoda Superb eigenlijk is, gewoon goed past. Nou, daarmee is RS Tuning aan de slag gegaan. Dat is een ontzettend technisch verhaal natuurlijk over wat ze precies doen. Maar ze gaan echt proefrijden in de auto. Ze doen live data readings van wat er gebeurt in de motor qua temperaturen, qua vermogensopbouw en dat soort dingen. Slaan het allemaal op en gaan dan echt met de software aan de slag. Dat is een proces wat ze een paar keer herhalen. Dus het is niet zo dat je daar je auto parkeert, in de wachtruimte gaat zitten. Dat ze even gaan vogelen binnen in de garage en dat je dan vervolgens binnen een half uur weer weg kan. Zo werkt het echt niet. Ze zijn echt een hele dag onderweg met de auto om te voelen hoe de auto voelt, kijken hoe het reageert op veranderingen en zo eigenlijk tot een sluitend geheel te komen, aansluitend bij de wensen van mij als klant. Nou, dat betekent dat je auto natuurlijk wel een dag kwijt bent. Dat is gewoon de nature of the beast, zeg maar. Maar het betekent wel dat je een auto hebt waar echt persoonlijke aandacht is besteed aan jouw wensen en aan jouw auto. Ze downloaden dus niet een standaard filetje ergens van het internet en installeren dat. Ze doen ook niet copy-paste plus 10% en klaar. Ze zijn wel echt aan de slag met de auto en echt bezig om de auto naadloos aan te laten sluiten op jouw wensen. Binnen een zekere veiligheidsmarge. Ze kunnen natuurlijk alles vermogen volledig 200% opendraaien. Alle veiligheidssensoren volledig uitschakelen. Ja, dan gaat je auto natuurlijk heel hard tot het einde van de straat en dan knalt hij uit elkaar. Dus dat doen ze echt niet. Het was bij mij zelfs het geval dat ze zeiden van nou, we kunnen deze vermogensopbouw inzetten. Maar ja, wij vinden zelf dat dat eigenlijk net niet aansluit bij de auto. Veiligheidsmarges en gewoon het gevoel in de auto. Dus ze zeiden, wij raden echt aan om een klein stapje terug te nemen en iets minder vermogen te hebben. En op die manier wel meer rijbaarheid te hebben en ook meer duurzaamheid van je auto. Er zat natuurlijk al een tune op, dus de vermogensstap die gemaakt is, absoluut gezien, is niet zo groot als dat die van stock fabriek software af was gekomen. Maar het is merkbaar dat de auto sneller is, soepeler werkt ook. Want de tune die ze hebben gemaakt is eigenlijk
vanuit het volledige toerenbereik, volledige range van alle verzendingen, hebben ze de auto en de software aangepast. Dus niet zo dat ze bijvoorbeeld alleen maar de pk's volledig aan het einde van je toerenbereik vakje hebben geselecteerd en dat omhoog hebben gedaan. Dus wat vooral kenmerkend is voor hoe de auto nu rijdt, is dat het veel meer als een geheel aanvoelt. De motor en de versnellingsbak werken gewoon veel soepeler samen. De vermogensafgifte is veel lineairder, veel constanter. Bij de vorige tunes zat er echt nog wel een soort stap in. Van oh, nu komt het vermogen ineens beschikbaar. En dat is gewoon veel vloeiender, veel soepeler. En al mijn wensboxen zijn echt afgevinkt. Dus op de snelweg, na die wegwerkzaamheden, gas geven. Daar voel je de auto echt gaan en ook blijven gaan. Het koppel blijft veel constanter. De pk's blijven veel constanter. Dus de vermogensaflevering is gewoon veel beter geregeld en veel prettiger om mee te rijden. Ik ga met deze auto zoals die nu is, natuurlijk nog steeds geen Audi RS6 pesten in Duitsland. Maar het is wel een auto, ik zal het geen sleeper noemen, maar het is wel een auto die gewoon echt snel is voor wat het is. Voor een grote familie station wagon is het echt een snelle auto geworden. En nu dus ook een auto die gewoon prettig te rijden is. Mooi puntje van aandacht ook nog over die persoonlijke touch die ik al eerder noemde, is dat ze keken naar de tune software die dus al op de motor zat. En erachter kwamen dat bijvoorbeeld de temperatuursensoren ja, volledig uitstonden eigenlijk. Dus er kwamen veel te hoge temperaturen in de motor bij een langere inspuiting. En dat was potentieel een probleem geweest als ik daar op een hele agressieve manier mee was gaan rondrijden. Nou, ik ben geen agressieve rijder, dus dat was een soort van geluk bij een ongeluk. Maar ja, dat soort fouten hebben ze er dus wel uitgeschreven en ook dus gezorgd dat het al dat extra vermogen wat ze dus wel uit de motor halen, wel op een veilige manier uit die motor komt. En dat er dus geen gekke dingen met oververhitting of rare waarden die niet in de motor thuis horen plaatsvinden. Het kost natuurlijk wel een boel geld. Is duur, kun je niet omheen. Maar ja, als je rondkijkt op het internet naar wat zo'n out-of-the-box tune kost, die zijn ook gewoon heel duur. En dan heb je dus niks persoonlijks en niks wat op jouw wensen en auto's afgestemd. Met dus, zoals in mijn geval, ook nog wel wat redelijk schrikbarende foutjes erin. Ik denk dat het de moeite waard is eigenlijk voor elke auto om zo'n software update te doen bij RS Tuning. Omdat je er gewoon een veel completer pakket auto van krijgt en ook gewoon meer uit je auto kunt halen qua vermogen en rijplezier. En als je het de prijs van het werk wat RS Tuning doet naast de prijs van een nieuwe auto legt, of een tweedehands auto zelfs, dan valt het eigenlijk ook wel reuze mee. En dat is ook iets wat je gewoon in kan calculeren wat dat betreft. Dus wat mij betreft was het een mooie ervaring om met RS Tuning te kijken hoe dat eigenlijk werkt, zo'n software upgrade. En te zien dat ze dus echt maatwerk leveren, afgestemd op wat jij wil. En als je wil, krijg je zelfs nog een mooie RS Tuning badge achterop. Staat ook wel weer cool. Zeker de moeite waard om te checken. Ik zal alle links onder in de beschrijving zetten. Voor mij was het in ieder geval een leuke ervaring en een mooi eindresultaat wat betreft mijn eigen auto. Hopelijk vond je het een leuke video. Geef het een thumbs up als dat zo is. Even abonneren op het kanaal is ook altijd prettig voor ons. En natuurlijk zie ik je sowieso in de volgende video. Cheers!